Als dat dus blijkt dat er bijvoorbeeld wat zaken nodig zijn als nieuwe slangen of andere zaken die nodig zijn om de bus rijvaardig te krijgen, zijn dat natuurlijk wel heel snel grote bedragen gemoeid. De stichting Trolleymaterieel Arnhem kent onzekere tijden. De huisvesting staat op losse schroeven en ze hebben ook geen geld voor onderhoud aan de trolleybussen. En dat terwijl er net een iconisch voertuig is aangekocht. Dit is de 5227, de laatste in Nederland gebouwde trolleybus. Voor de stichting een belangrijk onderdeel van hun collectie. Mede omdat dit dus de laatste in Nederland gebouwde trolleybus is, ook in een Nederlandse stad, willen wij deze graag behouden. Maar dat kost geld, wat de stichting niet heeft. En daarom is er een crowdfunding opgestart. Want hoewel de bus volgens de beheerder van binnen in goede staat is, moet het voertuig wel gekeurd worden voordat het de weg op mag. En als dat dus blijkt dat er bijvoorbeeld wat zaken nodig zijn als nieuwe slangen of andere zaken die nodig zijn om de bus rijvaardig te krijgen, zijn dat natuurlijk wel heel snel grote bedragen gemoeid. En dat zorgt er gewoon voor dus dat je eigenlijk toch een goede pot moet hebben om zo'n bus aan de gang te krijgen. Het is natuurlijk wel zo dat we afhankelijk zijn van huisvesting. En daarbij vrees ik toch soms wel eens dat moeilijk gaat worden. Het mooiste zou zijn dat we daar natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen. Want de bussen staan nu nog in een loods in Meinerswijk. Maar ze moeten daar weg voor geplande woningbouw. Zonder nieuwe plek kan de passie van de stichting niet behouden blijven. Hier gaat je hart sneller van kloppen, denk ik. Nou ja, buiten dat deze onze enige dieselbus is, is dit zeer zeker ook een van de lievelingetjes van de stichting. Mede omdat het een hele mooi voertuig is. En daarbij alle Arnhemmers daar ook zeer enthousiast over zijn, over deze bus.